Een goede spons absorbeert water. Dat zou mooi wezen als je ook een absorptie hebt van straling. Daar gaan we het over hebben. Absorptie van straling en bestraling naar vooral röntgen en gamma, symbool gamma. We beginnen met een bron die röntgenstraling uitzendt en een detector die de röntgenstraling detecteert. Als je nou daar iets tussen zet en je maakt het wat dikker, dan zal het dus er minder gedetecteerd worden. Nog dikker, nog minder, wat steeds meer tegenhouden. En stel je nu voor, je houdt 50% tegen, oftewel je houdt 50% over. Dan is de dikte gelijk aan de halveringsdikte. Halveringsdikte is weer te vinden in Wieners, daar komen we zo meteen even op terug. Maar halveringsdikte is de dikte van het materiaal waarbij de intensiteit met de helft is afgenomen. Dus zonder iets tussen wordt alles doorgelaten, één keer een halveringsdikte, dan hou je nog maar 50% over. Twee keer een halveringsdikte, dan wordt weer de helft tegengehouden, dus dan hou je slechts 25% over. En heb je drie keer een halveringsdikte, ja, weer een keer de halvering en je houdt nog maar 12,5% over. Oftewel, als je begint met een intensiteit van 200, dan zul je dus zonder iets ertussen ook gewoon 200 krijgen. Maar als je dus materiaal hebt met één keer een halveringsdikte, dan hou je de helft over. Of twee keer de halveringsdikte, hou je 50 over, 25 en zo kan doorgaan. Iedere keer wordt dus de intensiteit gehalveerd, keer een half. En dit leidt weer tot een formule die redelijk bekend voor moet komen. Je hebt namelijk al gehad voor het aantal kernen, alleen dat is niet hoofdletter I, maar hoofdletter N. Of bij activiteit, en dan was het niet hoofdletter I, maar hoofdletter A. Maar nu, hoofdletter I, waarbij I staat voor intensiteit. I0 is de intensiteit die je in het begin hebt, dus dat is de intensiteit die hier is. I zelf is de intensiteit op het eind, dus de intensiteit nadat de röntgenstraling door een laag materiaal is gegaan. En je moet iedere keer een half doen, hoe vaak, afhankelijk van de dikte van het materiaal in centimeters en afhankelijk van de halveringstijd van het materiaal. En dat vind je in tabel 28F. Tabel 28F, kijk, hier staat hij. Belangrijk is, het staat er wel boven, maar let op, halveringsdikte is in centimeters gegeven. En halveringsdikte is afhankelijk van de energie van de straling. Dus je moet eerst weten van, ja, hoeveel energie heeft die straling. Is meestal gegeven, je ziet hier de röntgen en de gamma helemaal aan de rechterkant van het spectrum, want hoe meer je naar rechts gaat, hoe groter de energie is. En de energie kun je berekenen met H keer F, H constante van Planck, F frequentie, hebben we ooit een keer eerder gehad. Dus energie is van belang en je ziet het daar ook boven staan. Let op, de energie wordt gegeven in mega elektrovolt. Wat was het ook alweer? Nou, 1 elektrovolt is gelijk aan 1,6 keer 10 tot de macht min 19 joules. Dus niet elektrovolt, maar het is mega elektrovolt. Dus 10 tot de macht 6 moet er nog voor. Oftewel, 1 mega elektrovolt is 1,6 keer 10 tot de macht min 13 joules. Heel belangrijk materiaal is natuurlijk lood, wat vaak gebruikt in de beschermende kleding bij een maken van een röntgenfoto bijvoorbeeld, medische beeldvorming. Een voorbeeld, ik heb een straling met intensiteit van 200 watt per vierkante meter en met een energie van 2 mega elektrovolt. En ik ga kijken voor afscherming voor aluminium. Nou, dus ik ga aluminium gebruiken om af te schermen en dan zie je dus dat de halveringsdikte van aluminium 6 is. Oftewel, als ik een plaat van 6 centimeter doe, dan zal de helft van de straling worden tegengehouden. Dat kun je grafisch weergeven. Kijk, in dit geval hier, intensiteit 200. Kijk, die heb ik hier staan. En ik heb hier de dikte staan. En omdat de halveringsdikte 6 is, heb ik hier een dusdanige schaal staan dat ik een aantal keren keer 6 kan doen. Nou, ik begin met een intensiteit van 200. Na 6 centimeter ben ik de helft kwijt. Na nog een keer 6 centimeter
weer de helft. Nou, weer een keer 6, weer de helft. En zo gaat het constant door. En hier kun je weer zo'n kromme door tekenen. En dan krijg je een kromme die behoorlijk veel lijkt op een vervalkromme. Maar het gaat hier niet over verval, maar het gaat hier over halvering. Dus we noemen dit een doorlatingskromme. Hoeveel wordt er nog doorgelaten? Zo, hier, röntgenfoto. Ah. Oftewel, bedankt voor het horen en wellicht tot horens.